Ja, goedemiddag, lieve vrienden. Ik ben heel erg laat met de eerste vlog. Ik wens jullie in eerste instantie een hartelijk welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Het is 15:44. Ja, oeps, wat ben ik laat. Wow, vreselijk laat. Maar, dat komt. Ik heb mijn broer weer na 10 jaar gezien en mogen omhelzen en hij is net weer weg. Dat heb ik niet op de vlog willen zetten. Nee, dat wou ik niet. Voor mezelf niet, voor hem niet. We hadden veel te praten, veel te bespreken. Het was met een lach en met een traan, dus ja. Maar ik ben er blij mee. Ja, mijn broer weer terug in mijn leven. Gelukkig, hiep hoi. Dat, het is raar weer, gek weer. Ik heb door alle spanningen ook hoofdpijn door. Maar ik denk dat ik zo meteen nog even een rondje stad ga samen met jullie. Want ik heb mijn jas nog aan omdat ik mijn broer net even naar zijn auto heb gebracht. Dus ik neem jullie gewoon even mee, even een rondje stad. Eventjes eruit, even op aankomen, even mijn hoofd leeg maken. Ik kreeg al een seintje van mijn achterbuurvrouwtje. Dat, moet ik even zoeken. Er zijn weer vliegers, hey buf. Oftewel van die grote vliegers hier op de dijk. Dat wil ik toch ook eens een keer proberen op de vlog te krijgen. Ja, dat is leuk. Dus wie weet, als we ze nog bezig zijn, dat ik dat ook even doe. Dus ik neem jullie gewoon mee met de GoPro en ook deze camera. Dus tot later. Doei, doei.
lieve vrienden, ik ben laat met eten. Dat ik heb een beetje soep. Ik had het vorige keer al klaargemaakt. Groente- en kippensoep. Lekker. En had ik natuurlijk een hele grote pan vol. En daar heb ik de rest van ingevroren. En heb ik gisteren dus weer lekker eruit gehaald. Gisteravond. En lekker ontdooien. En vanmiddag hebben we een kommetje soep gegeten. Ik samen met mijn broer. Die hier dus vandaag, dik 10 jaar niet gezien te hebben. Ja, in een glimp hier en daar. Is een keer tegengekomen of wat dan ook. En mijn hondje die is buiten. En mijn rode rakker is buiten. Maar in ieder geval, kom. In ieder geval hebben we vanmiddag lekker soep gehad. Ik heb jullie vanmiddag lekker ook meegenomen met de GoPro. Ja, eventjes snel over de dijk, maar daar viel niks te beleven. Want er werd gezegd dat er vliegers waren, maar die waren dus alweer weg. Die waren alweer vertrokken. En misschien morgen, ik weet het niet. Meestal is het 2 dagen achter elkaar. Maar, en dan later in het jaar, wanneer het weer wat warmer is, zijn ze veel verderop op het strand. Daar gaan we dan ook naartoe. Dat is dan nog veel groter spektakel. Dat is echt bijzonder mooi. Dan zie je zelfs vliegers dansen op muziek. Althans, de vliegers die doen dat niet. Dat doen degenen die aan die touwtjes trekken. Maar dat is zo bijzonder mooi om dat te kunnen zien. Dat men dat kan met een vlieger. Dat is, zit de kunst in om dat te doen. Maar oké, ik ga lekker in mijn soepje roeren. Ik heb er een bakje koffie en een wijntje erbij. Mijn wijn die staat nog hier. Die moet even hier naartoe. Omdat mijn wijntje erbij. Zo. En dan ga ik roeren in mijn soepje. Anders heb ik straks aangebrande soep. Broodje erbij en klaar. Ja toch? Dat ik zeg, tot straks maar weer. Doei doei. En goedenavond lieve vrienden, we waren er weer even, ja, om jullie gelijk een hele fijne avond toe te wensen vanaf Corina en de Beestenboel. En voor vanavond later, als je gaat slapen, welterusten, lekker slapen, gezond weer op. En voor de kerkgangers natuurlijk een fijne kerkdienst. Morgen toegewenst, mijn hondje en mijn prinsesje liggen bij elkaar op de bank. Dan leggen ze met z'n tweeën. Hé, ja nou. Ja. En mijn andere poesie. Oeh, politie. Eén busje nog wel. Joh, dat gaan ze. En mijn poesenbeestje. Leg ze hier. Hé? Ja nou. Of niet dan? Ja. Ja, de politie. Wow. Ja, die gaan linksaf. Nou, dan zal er wel weer wat wezen. Vermoed ik. Want nog niet zo lang geleden was er hier vlakbij ook weer een inbraak bij een woning. Ja, zoals in een klein stadje als dit gebeuren er ook dingen wat eigenlijk... wat je meer denkt dat het voor grote steden is bedoeld. Ja, nou, en deze vlog gaat naar de videopetto. En dan ga ik hem weer bewerken. Ze zeggen nogmaals, lieve vrienden, geniet van alles wat je doen gaat. Heb een liefdevolle avond. Heel veel liefs voor Corina en de Beestenboel. Doei!